het is wel heel leuk om vooral te zien van wat meer licht en een ander spectrum doet met de plant en de rozen. Waar wij eigenlijk wel tegenaan lopen is dat we, als we het scherm dicht gaan doen, dat we te veel warmte produceren onder het scherm. En met een volle belichting, dan zit je eigenlijk tegen een max aan. Dus dat je eigenlijk te warm wordt onder zo'n doek. En dan is die LED eigenlijk heel mooi. Dus dat je uiteindelijk licht erbij kan zetten, zonder dat je de warmte ervan krijgt. Op dit moment zijn we afgeschakeld met de helft van Sonté, in combinatie met LED. De rest van het bedrijf hebben we op dit moment nog 100% Sonté draaien. En de verschillen die je nu ziet ontstaan, is dat je hier op dit moment minder warmte produceert in deze 1 hectare proef. Waardoor je uiteindelijk wat dichter kan telen, meer CO2 in je kas kan houden. Red Naomi is eigenlijk de rode roos in Europa. We produceren 60 miljoen rozen op jaarbasis voor de Europese markt. Onze klant is eigenlijk steeds veel eisender jaar rond, van dat we telkens hetzelfde product leveren. Wat we nu eigenlijk hebben op de manier van hoe wij telen zonder LED, is dat we eigenlijk heel veel lengte hebben in de winter en korte lengtes in de zomer. En dat is niet ideaal. En met LED zien wij dat we dan meer continuïteit kunnen krijgen in het type product wat we maken. Dat we iets minder lange, iets minder korte krijgen en wat meer goede rozen. En dat we uiteindelijk ook heel efficiënt kunnen zijn met onze grondstoffen. Als je uiteindelijk met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk kwaliteit, kilo's, productie kan maken, daar zien wij heel veel voordelen in. Zo efficiënt mogelijk telen. En meer licht past daar heel erg in. Ja, wat is het geheim van het produceren van een mooie roos? Uiteindelijk is het toch wel elke dag alles goed doen. Dag en nacht, 7 dagen in de week. De juiste dingen doen op arbeid, op teelt, op gewasbescherming, op techniek. Uiteindelijk daar gaat het om, dat je elke dag goed presteert.